Het is een psychologische klap als je te horen krijgt dat je positief bent getest op het COVID-19-virus. Dit zegt de arts Albert Wangsawirana, die de vorige week genezen is verklaard. Wangsawirana is op 3 juni positief getest op het virus. Hoewel hij niet veel klachten heeft gehad, is hij van 3 tot en met 12 juni in quarantaine geweest. Gelukkig heeft hij nog zijn gezinsleden. Nog zijn patiënten zijn besmet. En Wangsawirana zegt dat zijn klachten slechts 3 dagen hebben geduurd. Na de stemdag, 2 dagen daarna, op 27 mei, overgaande op 28 mei in de avonduren, kreeg ik dan last van een beetje kriebelhoest en last van een kortademigheid. Mm-hmm. Het heeft niet lang geduurd, een paar seconden. 28 heb ik weer een aanval gehad van kortademigheid, die ongeveer een paar minuten geduurd heeft, met hoesten natuurlijk weer erbij, droog. En ook op een, de laatste was op 30. Maar ik heb direct medicijnen gedronken. Zo. En na die 3 dagen was ik al klachtenvrij. Maar u weet, ik ben arts, ik heb cliënten, ik heb een gezin. Ik wil weten wat het is. Ik dacht, nee, dit is vreemd. Heb ik mijn collega van BOG Hotline gebeld en gevraagd, kijk, ik heb een verzoek. Test me. In eerste instantie had ze geweigerd. Maar ik heb haar uitgelegd, kijk, zulke klachten, ik ben nu klachtenvrij. Maar ik wil weten, want ik wil het niet gaan verspreiden. Begrijpt u? Ik ben toen getest op 2 juni. En ik was normaal, zoals ik nu hier sta. Ik was nog bezig te werken in de tuin, woensdagmiddag. En ik heb toen gebeld in de vooravond naar mijn collega voor resultaat. En ze zei, ik ben positief. Ik had dat niet verwacht, om je eerlijk te zeggen. Het was een soort klap voor mij. Ja. Wangsawirana geeft aan dat de emotionele impact een grote factor is bij mensen die positief zijn getest op het COVID-19-virus. Als arts is hij heel stressbestendig, maar ook hij heeft het ervaren. Door die beelden die je ziet op televisie van andere landen waar mensen doodgaan in de intensive care, beademd worden met apparatuur, maar op geen familiebezoek. Dat geeft een bepaald beeld, het creëert een bepaalde angst. Kijk, al ben ik arts, ik ben ook mens, ik heb ook gevoelens. En wat mij eigenlijk gebroken heeft, is het feit dat toen ik videocall met mijn kinderen, mijn dochter zei, papa, je bent niet ziek, wat doe je daar, waarom kom je niet naar huis? Dat heeft mij gebroken. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dus wanneer bent u genezen verklaard en gingen we weer naar huis? In principe mocht ik al woensdag naar huis gaan. De arts van het medisch team had mij gezegd dat Wangsa, je bent in principe genezen. Je hebt helemaal niks vertoond, je was heel stabiel en je mag in principe naar huis gaan. Maar net zoals ik eerder zei, toen we spraken, zij vonden, die andere mensen, ik bedoel van het team, dat we geen mensen kunnen ontslaan zonder te testen. Ja? Maar het probleem is, kijk, dit is een virus. En als je geïnfecteerd bent, zoals de internet zei, na 10 dagen, als je niks vertoont, je bent gezond, is die virus uit je lichaam. Maar er zijn nog restdeeltjes van het virus in je lichaam. En die kan een positieve uitslag geven. Ja. En als ik positief getest word, moet ik weer in quarantaine. Ja. En dit kan 6 weken duren. Ik wil niet 6 weken in quarantaine gaan. Dat wil zeggen, nee, je hoeft me niet te testen. Ja. Maar als ik naar huis ga, ga ik me wel houden aan social distance. Ja. Geen contact met de kinderen. Masker dragen, totdat die ene week nog voorbij is. Dat was dus de arts Albert Wangsawirana, waar hij aangeeft dat hij nog zijn gezinsleden, nog patiënten heeft besmet. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.